Ja, Joost, welkom ook weer nog. Ja. 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 Ja, oké, mooi man. Nou, welkom. Goedemiddag, Jan. Welkom in een nieuwe podcast. En het is inderdaad een beetje een andere setting als met Mira. Omdat ik jouw idee ontzettend briljant vond. En dat is namelijk om samen te kijken hoe wij een oproep kunnen doen. Ja, ik ben heel benieuwd wat jouw idee is. En Ja. ja, dan zeg ik eigenlijk, ik geef het woord bij deze aan jou, Joost. Ja, nou, ik ben heel erg vereerd dat ik bij jou als tweede in de podcast mag komen. Micha was eerst en dat verdient hij ook. Dat is de beste en enige journalist nog van Nederland. Dus aan hem de eer om als eerste bij jou te mogen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben trots dat ik als tweede mag komen. En ja. Wij zijn overlevenden. We hebben gisteren al een beetje gesproken. Was gelijk heel gezellig. We kunnen het goed vinden gelijk met elkaar. Een beetje te gezellig. Dus we moeten het even overnieuw doen in een light versie. Want het is niet. We konden dat niet allemaal uit gaan zenden. Ja, dus brand maar los. Hoe wil je het gaan doen? Vragen wil je aan mij gaan stellen misschien? Of wil je gelijk aan het plan gaan bekendmaken? Hoe we de oproep willen gaan doen. En een beetje openbaar voor alle jongens die in instellingen hebben gezeten. Dat we die oproepen om te gaan praten. En dat we achter locaties gaan komen waar zulke dingen misschien nog plaatsvinden. Want we weten dat het nog niet gestopt is. Dat weet jij, dat weet ik. Ja, Dus het gaat brand goed. maar los, zeg maar. Het is jouw podcast, dus jij mag Ja. zeggen hoe je het wil hebben. Nou, ik vind het sowieso heel leuk, ook het moment om toch even een paar vragen aan jou te stellen. Ik denk ook dat het leuk is voor de kijkers. Ja. Zeker ook omdat wat ik bij Micha ook gedaan heb, is ik vind het heel interessant om ook eens wat andere kanten te belichten. Jullie zijn natuurlijk dagelijks ja, ik noem het inmiddels gewoon tv. Tuurlijk, het is een podcast, maar wat mij betreft is het enige stukje journalistiek wat er nog over is gebleven in Nederland. Het brengt een Ja. stukje gezelligheid in de huiskamer en ook een hoop overdenking. Maar het moment, jij hebt beschreven, hè, dat nou, er is een moment dat eigenlijk alles bij jou terugkomt. En op dat moment, wat jij mij vertelde, hè, dan heb je de telefoon gepakt, je bent wat mensen gaan bellen. Maar dit is de vraag die ik gisteren ook aan Micha stelde en die ga ik ook aan jou stellen. Buiten het feit dat jij de telefoon hebt gepakt, Joost. Wanneer heb jij eigenlijk, wat was voor jou natuurlijk je verleden, maar dan heb je nog steeds de moed nodig om dit verhaal te gaan brengen. Je moet het gaan vertellen en daar gaan mensen wat van vinden. En Ja. toch besluit jij om dat te doen. Kun je hem eens meenemen naar dat moment? Ja, er is natuurlijk wel een hele voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Kijk, ik had altijd al vragen of alles wel normaal was gegaan. En ja, heel vroeg uit huis gegaan. En altijd problemen met mijn moeder, al mijn hele leven lang. En ik had altijd al vanaf mijn 12e heel veel problemen met politie. En ja, dan wil je eigenlijk meer ja, gewoon gaan leven en werken en overal leuke dingen doen. En je scooter en je rijbewijs. En dat is dan allemaal veel belangrijker. En meiden natuurlijk. Dan geef je jezelf geen echt tijd ervoor om erachter te komen. Maar je hebt wel altijd een heel rot gevoel bij je en vraagtekens in je hoofd. En, vooral ook dat ik zag bij andere jongens hoe gezellig ze met hun moeder altijd omgingen. En hoe hecht die band was. En ja, dat had altijd natuurlijk wel vraagtekens waarom dat bij mij dan niet zo is. Dus dat is een hele lange weg. En op een gegeven moment, ja, ongeveer 3, 4 jaar geleden, toen begon het echt terug te komen. En toen durfde ik er ook over te praten. Toen heb ik het een keer tegen mijn ouders gezegd: er is wat gebeurd vroeger. En ik wil dat jullie dat nu zelf gaan zeggen, nu tegen mij. Face-to-face. Ik woonde al in Spanje, een aantal jaren al, maar ik kwam heel vaak in Nederland.
En op een van die momenten dat ik dus bij mijn ouders op visite ging, toen heb ik ze recht aangekeken en gezegd, als er wat is en het heeft betrekking met de huisarts, dan moet je het nu zelf zeggen, want ik ben er aan het achterkomen wat er gebeurd is. En toen zei mijn vader, die schrok echt, hè, want die neemt het serieus en die zei, Joost, je kan beter niet weten waar je vroeger allemaal geweest bent. Ja, en toen stortte eigenlijk wel een beetje de grond onder mijn voeten weg. Want dat was een soort van dat hij me gelijk gaf. Dat ik het beter niet allemaal kon weten. En mijn moeder die ging gelijk flippen. Wat een onzin en er is niks. En, dus ik ben boos weggelopen. Ik zeg, nou mooi is dat dan, mooi. Toen ben ik weer weggegaan. En toen is er een hele WhatsApp geschiedenis. En vragen stellen en mijn zusjes benaderen. En telkens geblokkeerd worden. En dat is eigenlijk jaren zo gegaan. En tot het moment dat ik echt beelden kreeg, wat er precies gebeurd was. Echt, dat ik heel duidelijk kon zien wat ze met ons aan het doen waren en wat er allemaal gebeurd was. En dat was echt een moment dat ik daders ging herkennen. En dat ik het echt zo duidelijk kon zien allemaal, dat ik ging boos mijn moeder opbellen. En toen heb ik het gezegd, het is nog veel erger. Het is niet alleen een pedofiel die huisarts, maar er zijn daar horror dingen gebeurd waar de honden geen brood van lusten. En toen werd ik gelijk geblokkeerd en toen weer niet geblokkeerd. Kon ik weer één vraag stellen, kreeg ik weer een leugen voor terug. En dus ze probeerden me eigenlijk te troosten met een leugen, terwijl ik gewoon de waarheid wou weten. Dus ja, hun denken gewoon, waar heb je het al over? Het is zo lang geleden, laat ons met rust, met pensioen. En dan krijg je allemaal van dat soort antwoorden. Terwijl je gewoon recht hebt om te weten wat er precies gebeurd is vroeger en waar je in een instelling hebt gezeten en welke behandelmethodes. Dat lijkt mij allemaal heel normaal dat je dat gewoon eerlijk mag weten. Maar het is dus, hun wisten blijkbaar zoveel dat ze niet een klein dingetje toe kunnen gaan geven, maar gewoon echt gewoon zwijgen over alles. Dus ze weten ook dat ik boos ben en dat ik dat dan niet ga pikken, snap je? Ja, we hebben het gisteren ook al een beetje over gehad. Dat is maar goed dat ik in Spanje zit. Want soms, dan heb ik wel de neiging om, als de politie niks doet en alles, om dan zelf even te gaan vragen aan die mensen hoe het precies zit. En waarom ze dat gedaan hebben. Om het zomaar even zachtjes te zeggen. Dus er is wel een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Dat je altijd al een heel naar gevoel bij je hebt. Dus mensen die zich weinig kunnen herinneren van de peuterspeelzaal of kindertijd. En die denken dat normaal is. Nou, dat is niet normaal. Je moet echt wel herinneringen hebben van voor je zesde. Anders is er misschien wel iets vreemds aan de hand. Het hoeft niet allemaal gelijk zo luguber te zijn als bij mij. Maar het is wel normaal als je wat van voor je zesde kan herinneren. En bij mij was het dus het geval. Doordat het zo heftig was en trauma's. En dat mensen echt moedwillig geprobeerd te hebben om dit uit mijn geheugen te wissen, misschien in die instelling, omdat ik gewoon erover ging praten, wat dus niet de bedoeling was. Die pedofielen programmeren je om niet te praten en omdat je bang wordt. En ik ging gewoon tegen mijn vader zeggen, de dokter vermoordt kinderen op school bijvoorbeeld, tijdens het vissen. Ja, en dat soort dingen, dan je voelt je wel heel erg in de steek gelaten dat ze daar niet op gereageerd hebben. En ook andere dingen, wat meer intiem, van ik zat vast aan de dokter en wat doen ze achter ons altijd? En waarom moet ik mijn broek uitdoen bij de dokter? Van dat soort dingen tegen je moeder. En dat ze dan niet gaan reageren, dat is natuurlijk echt van de gekken. Dus ze hebben het verzwegen. Om de rust in het dorp te bewaren, hebben ze het verzwegen. Ja, dat is het. Ja. Maar Zou dat ook echt zijn om de rust in het dorp te bewaren, Joost? Of is dat bijvoorbeeld omdat ze, juist omdat ze met pensioen zijn? En dan spreek ik even voor mezelf. Kijk, op het moment dat ik tegen mijn pleegouders hierover begon, mijn echtouders zijn overleden, daar heb ik er wel over kunnen praten. Maar mijn pleegouders, die kwamen eigenlijk als het ware direct in verzet. Want die zagen het al helemaal gebeuren. Dat zij ook voor gek uitgemaakt werden. Omdat hun kind gek was. En dan, wat zouden de mensen om zich heen wel niet denken. Dus, en om het dan maar gewoon eens eerlijk te zeggen. Hun eigen belang, positie, status, verkiezen. Boven iets wat ons als kind overkomen is. Met als excuus.
Ja, maar het is al zo lang geleden. Waarom zou je erover beginnen? Is dit, als ik dit zou zeggen, ken je dat? Is dat wat er bij jou ook gebeurd is? Ja, dat speelt natuurlijk allemaal mee. Dat het een taboe is, dat er niet over gepraat wordt. En het is natuurlijk ook een goede vriend, hè, van mijn ouders. Dus die vrouw van die man, die was de beste vriendin van mijn moeder. Dus je hebt twee momenten dat ze dus verzwijgen. En dat is eigenlijk toen het aan het licht kwam, toen ik heel klein was, dat ik het ging vertellen. Toen hebben ze dus op aanraden van die pedofiele huisarts mij in een instelling geplaatst. Dus de eerste keer dat het dus verzwegen werd en dat er verkeerd gereageerd is. Maar eigenlijk nu weer, hè, als je dan in 5 december 2019 het hele verhaal aan mijn moeder vertelt en dat ze dan me gaat blokkeren en nog nooit gevraagd heb hoe is het nou met je. Kijk, dan voel je je eigenlijk weer net als toen je op 5-jarig, 6-jarig jochie in een instelling achtergelaten werd. Ja, zo voelde ik me toen ook letterlijk. Je wordt eigenlijk gewoon weer verraden. Maar nou met je volle verstand erbij. Dus ja, nou heb je heel goed, kan je verweren en zeggen van je kent wel net of er niks aan de hand is. Maar hoe zit dit dan en hoe zit dit dan? En ik vertelde ook heel duidelijk over het vermoorde meisje en over mijn vermoorde vrienden. En dan gingen ze zeggen, ja, die jongens die zijn allemaal junks. En dat is allemaal maar normaal als ze zelfmoord plegen. En daar hebben ze zelf om gevraagd. Van die rare antwoorden krijg je dan. Ja, toen werd ik zo woest. En ik denk, al moet ik er mijn levenswerk van maken nou. Ik ga bewijzen aan mijn moeder dat wat hier gebeurd is. En ik heb echt, dan moet je terug naar die herinneringen. En dan moet je goed, heel goed concentreren. En het is hier ook echt wel een plek om tot rust te komen waar je echt tot rust kan komen, dus mooie stille plekjes, de natuur en goed eten, frisse lucht. En ja, zodoende ben ik echt wel heel gezond, dat ik echt weer beter aan het worden ben. Maar dat ik ook gewoon op een rustige manier naar die herinneringen kan kijken. En wie heeft me daar gebracht, met wie ben ik daar en waar werken die personen nu die ik toen allemaal gezien heb? En leven die andere guinea pigs nog? Nou, dat allemaal, zo ben ik begonnen. En heel ver gekomen door logisch gewoon dingen te bekijken. Wat heb ik toen gezien? En hoe zit het dan nu? En dan kom je tot de conclusie dat het gewoon echt gruwelijke MK-Ultra-programma's zijn geweest. Ja, en mensen kunnen dat zich niet goed voorstellen. En wat je zegt klopt, mijn ouders die hebben op school gewerkt in Bodegraven. De hele leven, ze hebben nooit ander werk gehad. Dus ze hebben letterlijk duizenden kinderen opgevoed op de goede herderschool. En dan zijn ze met pensioen. En dan komt ineens dit horrorverhaal over hun eigen kind naar buiten. Dus ja, dat is inderdaad voor hun schande. En daar heb je gelijk in. Dan doen ze het uit eigen belang. Gaan ze liever, het woord offeren komt misschien vaker voor. Maar nu voel ik eigenlijk dat ik weer opgeofferd word, ja. Net zoals dat kinderen geofferd worden, word je gewoon geofferd, net of je er niet bent. En de burgemeester doet daar ook aan mee, de politie doet daar aan mee, de recherche doet daar aan mee, de media doet daar aan mee. Ja, iedereen eigenlijk die dit onderwerp ontkent en ons voor gek verklaart, die zijn daaraan medeplichtig. Dat weet jij ook, dat voel jij ook. En wij weten dat het waar is en dat het op grote schaal gebeurt. En mensen die dan gaan zeggen dat wij gek zijn en dat er dan vervolgens weer niks gebeurt. Dat er weer geen onderzoeken komt. Ja, die mensen die zijn allemaal medeplichtig die op die posities zitten. Dat is mijn visie. En daardoor wil ik met jou inderdaad een podcast gaan maken. Om ook in jouw zaak, wat jij gezien hebt, om getuigen te vinden. Goede mensen, daar gaat het om. Die wel durven te praten. En zijn niet allemaal slecht in die instellingen. Er hebben heus goede mensen gewerkt. En misschien sportleraren of vrijwilligers die iets gezien hebben. Of een tuinman die oplettend is geweest. Ja, je weet het nooit wie wat gezien hebt. En ja, vooral ook de angst weghalen. Weet je, bij mensen zoals jou, van jouw leeftijd en van mijn leeftijd. Die nog steeds bang zijn om te gaan praten. Voor de schaamte, maar ook voor de gevolgen. Ja, om ze een helpende hand te geven. En daar hebben we het gisteren over gehad. Dat het niet het einde van de wereld is. Als je gewoon je verhaal vertelt. En dat er altijd mensen zijn die je wel serieus nemen.
Desnoods Johan, desnoods ik. Maar Micha is er ook goed in. Wouter Raadgever. En er zijn vast nog veel meer andere lieve mensen. We hebben veel volgers. En ik hoop ook dat ze allemaal naar jouw video gaan kijken, Johan. Dus dan wordt het groter en dan kunnen we meer mensen helpen. En dan moeten we het zelf maar stoppen, ja. En daar hebben we natuurlijk hulp voor nodig van het publiek. Van hoe gaan we dat doen? En wie wil ons daarbij helpen? Voor als het er ook echt op aankomt. Wie er dan met ons meegaat. Als we bijvoorbeeld locaties weten waar die dingen nu nog steeds gebeuren. Ja. Ja, en waar wij... Gisteren hadden wij natuurlijk even een gesprek en toen zei ik ook tegen jou, en het was ook een beetje cynisch van, kijk, er wordt ons natuurlijk om bewijs gevraagd. En toen zei ik tegen jou, ja, het was natuurlijk niet zo toen wij 3 jaar oud waren, dat wij zelf alles op video vastgelegd hebben, dat wij dat in een archief gestopt hebben, telefoonnummers hebben opgeslagen van medeslachtoffers. Weet je wel, dat... Want die meeste kinderen, laten we heel eerlijk zijn, die zijn overleden. Zo simpel is het. Dus om dan aan ons om bewijs te vragen, is oké, tuurlijk, daar hebben mensen een punt. En dan de bewijzen die wij dan ze vervolgens brengen, daar willen ze dan niet naar kijken. Kijk, zij trekken bijvoorbeeld een zaak Bodegraven in twijfel. En ze zullen dadelijk misschien... de zaak Krabbenbos in twijfel trekken. Maar als we gewoon gaan kijken, en dat is ook echt een oproep voor de mensen die deze video voor het eerst zien en zich hier totaal niet in verdiept hebben en hier een mening over hebben. Kijk, ik had het met Micha erover. Kijk, begin eens onderzoek te doen naar het Hik-onderzoek. Begin eens onderzoek te doen naar de Zandvoortzaak. Begin eens onderzoek te doen naar het Dutroux. Naar de Dutroux-zaken beginnen ze onderzoek te doen naar Benno L. En zo kunnen we doorgaan. Hè? We kunnen er nog heel veel noemen, Joost. Want al die zaken zijn verbonden. En ook al die zaken, het Rolodex-onderzoek, zijn op hogere hand gestopt. Dus voor de mensen die... Ik zag vandaag een krantartikel. Ik ga hem ook op mijn Telegram-kanaal plaatsen. Dat is van nu. Nou, nu.nl is de mainstream media, waar letterlijk staat, de heer Demminke stopt Rolodex-onderzoek. Nou, ik bedoel, hè, hoeveel bij dat kwam, omdat hij daar onder andere, het was de Rolodex of de Zandvoortzaak, maar goed, hij werd daar zelf in genoemd. En weet je, dat zie je nu ook heel goed in de zaak van jou, Joost. Is dat er wordt een heel bataljon opgeroepen om eigenlijk te gaan zeggen, het is niet waar, jouw verhaal te ontkrachten. In plaats van dat ze een heel bataljon oproepen en zeggen van, nou, als de heer Van Dissel niet schuldig is, en als wat Joost Knevel niet waar is, dan gaan we daar gewoon met een man of 50 onderzoek naar doen. En dan gaan we gewoon die onderste zijn boven krijgen, en als het niet waar is, is het niet waar. En mocht het wel waar zijn, nou, dan gaan we daar wat mee doen. Dus alleen al dat gegeven, toch Joost, hè? Alleen al dat. Ja. Want dat gebeurt iedere keer. Ik bedoel, mensen kunnen het op YouTube, kunnen getuigenis na getuigenis kijken. En de verhalen liegen er niet om. En toch zijn wij de gekken. Ja. Toch zijn wij de gekken, Joost. Ja, dat kan ik wel wat ik zeg. Kijk, iedereen die heeft het wel inderdaad over kinderen vermoorden. Toos Nijhuis en die Ronald Bernhard. En heel veel anderen. En jij zelf ook. Maar jij weet niet precies welke kinderen het waren. En wie de daders waren. Kijk, en daarin is mijn zaak uniek. Dat ik zulke duidelijke herinneringen had. Dat ik wist wie me daar gebracht had. En met wie ik daar was. En op welke locatie. En dat ik zelfs zo goed naar het meisje, want we moesten ook echt naar de moord kijken. Dus je mocht niet de andere kant op kijken, je moest gewoon kijken. En ik heb meerdere kindermoorden gezien. En als ik dan de andere kant op ging kijken, dan gingen ze expres zorgen dat je het wel zag. Dus je moest echt kijken onder dwang. En ik heb het zo duidelijk dus in mijn hoofd zitten dat er ook echt een heel aanknopingspunt. Hè? En natuurlijk die lijst met vrienden die dood waren. Maar ook zo duidelijk de foto van het meisje wat in mijn hoofd zat. Dat plaatje van hoe ze eruit zag. Bruin haar.
kleren die ze aan had, een nieuw meisje. En zo, dat kwam elke keer terug, elke keer terug. Heel heftig was dat. Eerst met nachtmerries, maar ook tijdens dat ik aan het werk was. En tijdens het autorijden, als ik geconcentreerd was. Kijk, dat ik haar kon gewoon in één keer herkennen op de foto. En gelukkig ben ik niet de enige die haar herkend heb. Want drie andere personen die van niks wisten, die hebben dus de oproep gezien. En daarom zijn oproepen heel belangrijk. Die hebben de oproep gezien van Revolutionair Online en van Hans van Wees de Weerstand, samen met Wouter Raadgever. Toen hebben ze dat gezien, dus die klasgenootjes, en gehoord het verhaal. En toen kwamen ze zelf dus met klasfoto's aanlopen. Dus de andere kinderen die al het hele leven met vraagtekens rondliepen, waar hun klasgenootje gebleven was, dat die opeens geëmigreerd was, dat hebben ze allemaal onthouden. En toen kwamen ze zelf dus met de klasfoto's aanlopen en toen wezen ze dus dat meisje aan, Sandra. Ja, en ik heb haar, zonder dat ik deze informatie wist, heb ik hetzelfde meisje aangewezen van die is het, die hebben ze vermoord. Dus ja, dan heb je eigenlijk al een hele sterke zaak met drie getuigers en mijn verhaal, plus de drie guinea pigs, Marcel, Robert en Dimar, die dood zijn. En dan vervolgens gaat zijn vader ook nog eens raar dood. Dus een van de vaders van de jongens, Dimar, die zijn vader Dick Franke, die was ook in één keer, tijdens dat ik al aan de bel had getrokken, is die 2 maanden later aan een hartaanval overleden met 2 hoofdwonden. Ja. Dus ja, het werkt wel. Als de politie niks doet, dan kan je zelf wel wat doen. Want we hebben nu eigenlijk gewoon al een sterke zaak. En dan komen we tijdens het onderzoek erachter dat er nog veel meer kinderen zelfmoord hebben gepleegd. Dus dan bellen mensen op, wist je al dat die ook dood is? En dan krijg je zelf weer herinneringen van, oh ja, die is toen ook nog overleden. En nou hebben we dus in een heel klein dorpje zomaar 15 zelfmoorden, even zo uit mijn hoofd. En 5 ongelukken en 3 kinderen die vermoord zijn. En dan nog een paar ouders. Dus ja, dat wordt een hele lijst. Nu ook een juffrouw, die ook plotsklaps. En dan weer een zoon van een andere dokter. Ja, dat gaat allemaal zo hard als er eenmaal oproepen gedaan worden. En dat werkt gewoon. Dus ik verwacht ook dat als mensen niet meer zo bang zijn, dat het van de instellingen, al die misstanden. Kijk, het zijn gewoon jongensbordelen. Dat is gewoon zo. Mensen die daar gedropt worden en die geen ouders hebben, die geen bezoek krijgen, geen vrienden op bezoek. Ja, dan ben je eigenlijk aan de goden overgeleverd, want er zitten pedofielen daar in die instelling en die zien dat. Dus dat moet allemaal nu stoppen, want ik weet zeker dat het nu nog steeds zo is. En daarom wil ik jou graag helpen en niet alleen voor 1 keer in de podcast komen, maar dat we er echt werk van gaan maken. Dat hadden we gisteren al een beetje afgesproken. Ja. En hoe of wat we dat gaan doen, dat moeten we nog even bekijken. En ik weet dat het succes kan hebben. En zeker dat er misschien mensen die iets weten, dat het nu tijd is om te gaan praten. Omdat ze ook vinden dat het moet stoppen. Omdat de politie gewoon nooit iets doet. Ja, wat ik denk inderdaad is dat heel belangrijk is. Vooral omdat ik dit is echt een superbelangrijk oproep. Dus wat ik zit te denken, en ik weet het is mijn podcast, maar ik zou jou willen vragen om die oproep te doen en de namen van die instellingen te noemen. En als jij er een aantal niet noemt waarvan ik denk, die weet ik nog, dan noem ik die daarna. Maar dat is vooral omdat ik echt wil dat deze namen heel goed genoemd worden. Zodat de mensen die luisteren niet denken, wat zei die nou? Wat bedoelt hij nou? Want weet je, Joost en ik, we hebben elkaar gisteren gesproken. En ik denk dat ik dat gewoon heel eerlijk mag zeggen. Hoewel wij hier lekker een bakje koffie zitten te doen. En was het niet van plan om even hier een podcast te maken, lekker een bakje koffie te doen. En daarna, dat was het dan. Nee, Joost en ik hebben alle twee echt de motivatie om die mensen te gaan helpen. Dus om de mensen die zich bij ons melden. Het is niet zo, je meldt je bij ons en dan laten we je lekker zitten. Zo staan we er niet in, we staan er echt in. Weet je, voor Joost en mij is 1 ding heel duidelijk. Linksom, rechtsom, maakt ons eigenlijk, en dan moet ik het heel netjes zeggen, geen ene moer uit. Het moet stoppen. Ik denk dat de top, Joost,
heel duidelijk. Ik denk dat we daar, zo staan wij daarin. Dus Joost, zou jij willen beginnen met die oproep? En dan zijn er nog dingen waarvan ik denk, ja, dan spring ik daar later op in. Ja, ik heb dus, ben onderzoek aan het doen. En ja, dan komen allemaal mensen met verhalen naar mij toe. En ik heb zelf ook vrienden bezocht in jeugdinstellingen die daar opgesloten zaten. En dat is bijvoorbeeld in het Poortje geweest in Groningen. Dat was een hele grote. Maar ook in Vossenveld. En ja, nou heb ik het verhaal van jou gehoord over de Krabbenbos. En ik weet dat er nog veel meer instellingen zijn, ook voor meiden. In Hoenderlo heb ik verhalen over gehoord. Ik doe het allemaal nou even uit mijn hoofd. Maar ja, gewoon alle jongensinstellingen waar kleine jochies zitten. Waar jonge jongens zitten. Waar misstanden zijn geweest of nu nog steeds zijn. Dus alle informatie erover is welkom. En dat kan van bewaarders zijn of vrijwilligers of van slachtoffers. Misschien dominees die iets gehoord hebben of gezien hebben. Ja, alle informatie is welkom. Van zelfmoorden heb ik gehoord in jeugdinstellingen. Waar de eigen leiding dus betwijfelde of dat wel echt zelfmoord was. Omdat ze die persoon bijvoorbeeld die dan zelfmoord had gepleegd daar nooit voor hadden aangezien. En dan mocht er ook echt geen enkele vraag gesteld worden. Dus de begeleiding van zulke instellingen, die mogen geen vragen stellen. Die moeten allemaal hun mond houden. Dus er is angstcultuur. Er zijn dus ja, erge misstanden en dat gaat al zo lang. Kijk, ik ben nu 43 en waar ik was in 1983 heb ik dus kort in zo'n psychiatrie gezeten voor kinderen. Ik kan me herinneren dat daar heel veel kinderen heel bang waren. En ik weet zelf nog niet waar het was. En alle informatie daarover is ook heel erg welkom. Want ik wil alles op een rijtje zetten voor mezelf. En dat is eigenlijk nog het grootste vraagteken. Waar ben ik dan geweest? Waar hebben ze me achtergelaten? Ja, mensen die dingen weten wat vroeger gebeurd is of lopende dingen. Dat ze bijvoorbeeld nu nog ergens kinderen gaan offeren en wij weten dat het gebeurt. En er zijn ook datums dat mensen dat moeten gaan doen, die satanisten. Dat is één, 30 april is een rare nacht, maar in augustus ook zo'n midzomernacht. Kijk, wij willen alle informatie hebben en dan willen wij dat gaan stoppen. En als er stoere mannen zijn of vrouwen die ons daarbij willen helpen. Kijk, dat is allemaal welkom. Ja. En dan haak ik er even op in. Even kijk. Zie dit, lieve mensen, als opsporing verzocht voor Joost Knevel en Johan Segers. Dus mensen in de jeugdinstelling Hoenderlo. Daar hebben dames gezeten. Die zijn gedwongen door mensen die daar werkten om zich te prostitueren. En zo zijn er meer instellingen in Nederland. Ik richt me nu tot de dames, tot de meiden van Nederland die in een jeugdzorginstelling zitten. Dames, als jullie op dit moment gedwongen worden door de mensen die jullie begeleiden om jezelf te prostitueren, mail ons, heel duidelijk. Mail ons, mail Joost, mail mij, wel Wouter, maar zoek contact met ons. Mijn jeugdinstelling heette de Krabbenbossen, dus Krabbenbossen in Breda. Inmiddels is dat de Just. En Just is onderdeel en was onderdeel van Tender. En ook Tender is weer zo'n organisatie waar ik zelf mee te maken heb gehad. En waar ik een aparte video van ga maken. Omdat de lieve mensen die kijken, waarvan je denkt, ik ga mijn kind naar kamertraining doen, zoals Tender. En je jezelf afvraagt, hoe kan het nou dat hij daar drugsverslaafd en crimineel vandaan komt? Dan ga ik u daar nog een video, ga ik u precies uitleggen hoe dat komt. Maar dan zijn er ook andere aanknopingspunten. Ik had gisteren met Joost erover. Joost en ik, wij hadden alle twee dezelfde hobby vroeger. Wij gingen vroeger graag 's nachts naar het bos toe. En op het moment dat u, en dan heb je het ook, want ook de laatste dag van maart, de eerste dag van april is een satanische feestdag. Dat ligt er net aan wanneer de volle maan is. Het is of maart of net begin april. Maar op het moment dat ik bij een bos aankom,
En ik kan daar altijd lopen en ik word daar vervolgens door de marechaussee tegengehouden. Of door boswachters, of dat bos is afgezet. Er zijn mensen die dat zich afgelopen jaren, en want dit gaat al tientallen jaren door, zich herinnerd hebben. Mensen die bij jeugdzorginstellingen wonen, waarvan ze weten dat er heel veel misstanden zijn. Zoals zelfmoord. Er bereiken mij verhalen van auto's die 's nachts af en aanrijden bij die instellingen. Nou, dan kan ik je wat vertellen over die instellingen. Het is absoluut niet gebruikelijk dat er kinderen midden in de nacht verplaatst worden. Dat heeft namelijk ook met de wet te maken. Dat mag eigenlijk alleen overdag. En het kan wel zijn dat kinderen 's nachts uit huis gehaald worden. Maar dan worden ze door de politie, dus dan een herkenbare politieauto, worden ze bij de jeugdzorginstelling gebracht. Maar dan met name ook busjes. Er wordt heel veel over busjes gesproken. Mensen die daar wat meer over kunnen vertellen. Ook dat willen wij weten. En ook wend ik mij, en dat doe ik samen met Joost, tot de stoere mensen die net als wij misbruikt zijn. Zelf deel hebben uitgemaakt van een cult waar ze uit hebben moeten vluchten. Maar die inderdaad, wat Joost al zei, weten waar dit soort dingen gebeuren. Dus informatie hebben over waar het bijvoorbeeld de aankomende weken gaat gebeuren, aankomende maanden. Dan advies. Dan. We hebben storing, hoor je dat? Ja, je bent goed hoorbaar hoor. Ik ken het goed verstaan, dus ga door. Ja, oké. Okay. Maar die mensen vragen wij om zich bij ons te melden. Doe dat alsjeblieft via protomail of doe dat via Trema. Trema is gewoon een app. Dat kun je downloaden in de App Store. Dan mail je mij via protomail. Onopgelost voor jou. Apenstaartje protomail.com. Mail mij. Dan stuur ik je mijn telefoonnummer. Ga maar nou niet lopen builen zonder Trema. Ja, lieve mensen, gebruik alsjeblieft een beetje je verstand. Want weet je, dit zijn zaken die moeten wij netjes en goed aanpakken. En we willen ze echt een stap voor zijn deze keer. Omdat Joost en ik alle twee wel een beetje het punt bereikt hebben. Dat we er wel een beetje klaar mee zijn. En op een buitenlandse invasie hadden we het gisteren even over. Ja, die is welkom. Die is welkom. Ik bedoel, ik ben er helemaal. Maar ik ga er niet meer op zitten wachten. En ik ben heel blij, jij ook niet. Joost, er zijn er nog dingen waarvan jij denkt. Ja, dat moet nog even gezegd worden. Want het is belangrijk om alles te benoemen, denk ik. Ja, het voor mezelf, toen ik het ging vertellen, hielp ik eigenlijk op dat moment gelijk mezelf. Dus ik ging me beter voelen. Dus iets wat geblokkeerd werd, wat moest geblokkeerd worden, wat heel erg aanwezig was de hele dag en mijn hele leven al. Waarvan ik eigenlijk dacht dat misschien iedereen het wel had. En al die vragen en woedeaanvallingen. En ja, dat uiteindelijk, als je het gewoon verteld hebt en je gaat alles op een rijtje zetten, dan lucht het op. En dan, dan kan je jezelf beter maken. En dat is echt zo. Daar ben ik het levende bewijs van. Dat ik me beter ben gaan voelen. Dus ik heb me eerst heel rot gevoeld. Dus toen kwam het eruit en dat heeft echt wel lang geduurd. Dus als iemand zoiets meemaakt nu in je omgeving, help diegene. Wees gewoon aardig en vertel gewoon dat hij meetelt. En hoe erg zijn verhaal ook is, ga niet iemand voor gek verklaren. Kijk, dat doet de burgemeester nu weer bij mij. Maar ik ben er wel een beetje aan gewend. Ik kan het hebben. Maar doe het niet bij een ander die nu iets aan het vertellen is wat je niet zint. Of wat je denkt dat ken helemaal niet. Of dat is te gruwelijk. Luister naar elkaar, want zulke dingen gebeuren echt. En voor degene die het dan wil gaan vertellen, dan wil ik zeggen, je moet het ook gaan vertellen voor jezelf. En er zullen altijd mensen bij je weglopen, maar er komen ook weer goede mensen voor terug. Maar vooral voor jezelf, je kan er niet mee blijven rondlopen. En ook niet als je een bewaarder bent geweest van een instelling en je hebt dingen gezien. En je werkt misschien nog wel heel ergens anders, maar dan moet je het alsnog gaan vertellen wat je gezien hebt. Want ieder heeft zijn verantwoordelijkheid in de maatschappij en leraren vooral op die scholen waar ik het continu over heb, het Vogelnest, Speel en Werkhoeven, Casa de Bambini,
Kijk, dat zijn mensen die... Er lopen zoveel mensen die iets moeten weten. Het is gewoon tijd om het nu te gaan vertellen. Want als we erachter komen dat iedereen zijn mond heeft gehouden terwijl ze het weten... Dan zijn ze medeplichtig. Kijk, dan ga je de grens over van je mond houden tot medeplichtig worden. Het moet stoppen nu. Dus ik wil iedereen de kans geven van ga gewoon praten dat het stopt. Dan kun je nog zeggen van ik was een beetje bang, daarom heb ik tot nu toe mijn mond dichtgehouden. En dan kan ik daar nog wel mee leven, want het zijn ook gewoon echt ziekelijke... Ja, je hebt moordenaars, maar kijk, waarom zeggen ze kindermoordenaars erbij? Dan ben je gewoon de ergste moordenaar, hè? De ergste van de ergste. Een kindermoordenaar, het onschuld vermoorden. En dat doen ze dan voor de ogen van andere kinderen. Kijk, dat is een categorie, gaat alles te buiten. En dat moet gewoon stoppen. En ik ben ook geen lievertje. En Johan heeft misschien ook eens een keer een foutje gemaakt in zijn leven. Kijk, maar... Je kan altijd nog je leven beteren en dat heb ik gedaan en Johan heeft dat ook gedaan. Maar kindermoordenaars, waar hebben we het over? Dat soort mensen die moeten eigenlijk gewoon de doodstraf krijgen. Dat is mijn visie, ja. Als je het onschuld gaat vermoorden, dan ben je zo ziek. Dan hoef je voor mij geen eens een tweede kans meer te krijgen. De politie doet niks. Dus ik doe bij deze een oproep. Ga alsjeblieft een keer echt politiewerk doen. En niet de hele dag wietplantjes zoeken. En flitsen langs de weg. En mensen bekeuren die aan het bellen zijn. Dat zijn niet echt de misdaden die gepleegd worden. Dat is een korreltje. Ga eens even aan het echte werk beginnen. Begin eens bij die satanisten die kinderen vermoorden, zou ik zeggen. De hele bevolking zal jullie als helden toeschreeuwen. De politieagenten die dit gaan doen, jullie zullen voor altijd in de geschiedenisboeken komen dat jullie de helden zijn. En als jullie het niet doen, dan gaan wij het doen, Johan en ik. En ik hoop dat veel mensen zich aanmelden voor deze oproep, dat ze ons daarmee willen helpen. Ja, inderdaad, weet je, want even terug op die politie, weet je, dat vind ik nog wel even belangrijk om te zeggen. Van kijk, het is zelfs zo erg en ik denk dat het goed is om de politieagenten in Nederland zelf eens uit te dagen hoeveel van hun collega's omgekomen zijn nadat zij dingen ontdekt hebben. Ja. Weet je, dat daag ik ze echt eens toe uit, want... Ik ken te veel verhalen die ik omwille van de tijd maar gewoon niet kan noemen. Waarin agenten daadwerkelijk wat ontdekten, hun mond opentrokken en daarna vermoord zijn. Dus ook voor jullie maken ze geen onderscheid hoor. Ik bedoel, je denkt misschien dat je mensen beschermt. Maar voor hun ben je in het Engels gezegd disposable. Weet je, ze kunnen je missen als kiespijn. Daarom hebben ze er ook 60.000 in Nederland. Weet je wel, 10 minder, 20 minder. Daar kijken ze echt niet van op. Want zo gaat het ook met kinderen. En zo gaat het ook met getuigen. En weet je, het laatste wat ik echt wil zeggen is... kijk, er zijn mensen die tegen mij zeggen... Ja, Johan, ik vind het heel moeilijk om te praten. Want ik heb nu zelf een gezin. En dan breng ik mijn gezin in gevaar. En dat zou ik ook absoluut niet willen. Maar het is wel zo dat op het moment... En dat is misschien iets waar die mensen misschien eens zelf over na moeten denken. Van, daar zeg je twee dingen. Ja, dat klopt. Dan breng je jezelf in gevaar. Maar je zegt nog wat. Namelijk, zolang ze maar niet aan mijn gezin komen, dan is het goed. En ik denk, jongens, dat dat niet de goede insteek is. Ik denk niet... Dat als, en ik heb zelf geen kinderen, maar ik denk niet als mensen naar hun eigen kinderen kijken. En dan kunnen zeggen, oh ja, zolang ze maar niet aan mijn kinderen komen. Ik denk dat iedereen wil dat iedereen met zijn poten van alle kinderen afblijft. En dan maakt het niet uit welke kinderen het zijn en waar ze vandaan komen, wie het zijn. En op het moment dat wij niet opstaan als slachtoffers... Dan maken we ook van hun een machtige organisatie die mensen kan intimideren en getuigen kan horen intimideren. Maar lieve slachtoffers, kijk alsjeblieft na het zien van deze video. De video van Micha Kat die Joris Demmink aanspreekt. Meervoudig kindermoordenaar. Ja, de bangheid dat het moment dat er iemand aankomt gerend.
samen met een cameraman. En de man confronteert die als een bezetene die auto invlucht, omdat hij van angst gewoon niet weet waar hij kijken moet. Dat zijn de zogenaamde helden die ons bedreigen en die zeggen dat ze ons wat aan gaan doen. Dat op het moment dat wij daar staan om dan hun te confronteren, dan weten ze niet hoe snel ze moeten rennen. Weet je, lieve mensen, laat je niet misleiden. Joost gaf een hele mooie aanvulling op mijn eerste video. Joost zei, weet je, zolang je je bang laat maken, weet je, dan hebben zij macht over jou. En zo is het gewoon. Weet je, op het moment dat wij als slachtoffers ons verenigen, weet je, want we doen het samen, dan kunnen we veel en veel meer bereiken, weet je. Ik denk dat mensen zich daar echt in vergissen. Weet je, zij regeren met angst en intimidatie. Maar zonder die angst en intimidatie zijn het gewoon kleine jongensdemmetjes die op het moment dat wij daar staan, keihard op de vlucht gaan. Of niet Joost, of zeg ik nou wat... Dat weet ik wel zeker, ja. Ik heb wel eens in een video gezegd, ik heb wel eens iemand voor minder op zijn smoel geslagen. Maar dat is echt zo, ja. Kijk, het zijn vieze pedofielen die dit stiekem doen. Dus als ouders niet opletten. En bij jochies in instellingen. Gewoon bij de zwakkeren. En dan heb je het echt over reptiele streken. En als je die in het daglicht zet, dan gaan ze inderdaad wegrennen en sidderen. Dan zijn ze niks meer. Dit zijn mensen die opereren in het duister. En ze doen er echt alles aan om hun geheimen te bewaren. Nou, we zijn in Bodegraven goed op weg om ze te exposen. En dat is echt de kabal, dat weet ik zeker. Dus de mensen moeten het gewoon helpen afmaken. De slachtoffers moeten allemaal gaan praten. Kijk, die zijn het eigenlijk ook verplicht, want die weten hoe ziek het is. En als je dan je mond gaat houden, dan laat je het gewoon nog verder gaan. Dus degene die dus kinderen hebben, ik heb zelf ook kinderen. En ik wil gewoon dat het stopt, ook voor hun. Wij hebben niet het eeuwige leven. En ik kan ze nu beschermen. Maar hun krijgen ook weer kinderen later. En dan, het moet gewoon, dit kwaad moet uitgeroeid worden. Je zal het nooit helemaal wegkrijgen. Maar hoe het in Nederland ervoor staat, op zo'n grote schaal. En dat een burgemeester dan nog gaat zeggen, na zoveel bewijs, we hebben heel veel getuigen. Dat hij gaat zeggen, onzin blijft onzin. Daar komt hij niet meer mee weg met dat. Wij hebben daar veel te goed onderzoek voor gedaan. En er zijn ook heel veel getuigen die bijvoorbeeld Marcel van Spengen, voordat hij dus levend verbrand is, erover hebben horen praten. En allemaal hebben ze puzzelstukjes. Maar het verhaal is zo krachtig wat we hebben, de waarheid, dat ook echt geen enkele van die journalisten, Reformatorisch Dagblad, De Trouw, AD, TV West, de NOS. Niemand heeft mij benaderd. Micha ook niet. Wouter ook niet. Ja, Wouter is wel benaderd, maar dan hebben ze het verhaal weer helemaal verdraaid. Ja, dat moet stoppen, mensen. Het is nu de tijd. Dus iedereen die een klein beetje kennis hebt van wat er mis is gegaan, dan moet je het gewoon gaan vertellen. Of je slachtoffer bent, of je hebt een keer iets gehoord over een dader, of in een instelling, ja, het maakt niet uit. Iedereen moet gewoon nu alles gaan vertellen. En dan kan de politie er niet meer omheen om het te gaan onderzoeken. Dat is mijn visie. Het is nu de tijd. En dan hebben we grote kansen met allen het kunnen stoppen. Ja, ja, dat is inderdaad de kracht. Want weet je, ja, inderdaad, er zijn mensen die hun verhaal wilden gaan vertellen. En die is vervolgens wat overkomen. Maar daar wil ik toch even wat over zeggen. Want dat werkt voor sommige mensen. Die raken daar heel ontmoedigd over. Maar lieve mensen, er is een verschil tussen een Toos Nijhuis, een Anne-Marie van Blijenburg, een Joost Knevel en ik. Namelijk, we vertellen het, maar we gooien het gelijk landelijk. We laten iedereen gelijk zien wie we zijn. En we vertellen alles wat we weten. En wat er dan gebeurd is, dan kunnen ze niet meer om je heen. En wat je heel vaak ziet bij bepaalde slachtoffers, die beginnen dan te vertellen van, ja, ik wil wat gaan vertellen. En dan komt dat bij één iemand verkeerd terecht. En dan gebeuren er dingen. Dus mijn echt, en dat meen ik echt, mijn oprecht advies is, als je wilt gaan vertellen,
zoek contact met ons. Weet je, dan kunnen we kijken hoe we je kunnen helpen. En hoe we dat met jouw verhaal kunnen doen. En als je zegt, ja, ik wil zelf gaan praten en dat zelf gaan doen. Dat is mijn advies. Als je het tegen je familie gaat vertellen, of je wilt dat gaan doen, ga dat dan. Zorg eerst dat je een YouTube-video maakt. Of zet het op Telegram. Of stuur het naar ons toe. Weet je, zodat we kunnen laten zien wie je bent. Zodat ze niet achter, weet je, zodat ze niet om je heen kunnen. Dat is heel belangrijk. Zie het als een verzekeringspolis. Want Toos Nijhuis, die is gelukkig, die leeft nog. Annemarie van Blijburg leeft nog. En ik kan de hele lijst afgaan. Joost Knevel zit tegenover mij, die leeft nog. Ik ben nu pas in beeld bij jou, maar ik ben 2 jaar geleden, eigenlijk 7 jaar geleden, begonnen met praten. Toen heette het nog het Volkstribunaal in Brussel, ik weet het niet precies. Daar waar Toos Nijhuis voor het eerst haar verhaal deed. Dus ik ben er al 7 jaar mee bezig. Maar praten is ook het verhaal in de openheid gooien. Weet je, zorg dat ze weten wie je bent, zodat ze ook niet om je heen kunnen. Weet je, want kijk naar ons. Weet je, dat is onze tactiek. En dat is gewoon zichtbaar. Maak jezelf zichtbaar, weet je, voor Nederland. Ja. Dus. Ja. Als je jezelf kenbaar maakt, dan inderdaad, het lijkt dat je dan gevaar loopt, maar dat is juist het omgekeerde. Kijk, ja. Mensen die weten er dan van en die kunnen je dan in de gaten houden. Wij kunnen je proberen te helpen. De daders kunnen gepakt worden, dus we draaien dan eigenlijk de zaken om, hè? En dat is wat we nu doen. Ja. Dus, wij gaan zorgen dat hun zich ongemakkelijk gaan voelen door het licht erop te zetten, hun daden bekend te maken, en dan zullen we zien waar dat naartoe leidt. Ja. Alle wegen leiden naar Rome, hè, Joost. Dus uiteindelijk, ja. Uiteindelijk komen we daar wel uit. Ja, heb je nog vragen, Johan? Nee, man. Ik vond het echt een super gesprek. Dankjewel voor je tijd. En we gaan dit plaatsen. En we hopen gewoon dat mensen hierop gaan reageren. Dus. Ja. Zeker, jong mensen. Help deze jongen. Ja. Steun hem ook. Dat doen wij ook. En ik wil hem mijn plek aanbieden in het Red Pill Journaal. Dat hij een keertje gezellig mee komt praten. Dus samenwerking, dat is de sleutel naar succes. Dus help elkaar en verbind elkaar. En hou niks meer binnen. Hè. Gewoon, ook al klinkt iets raar. Het kan net het ontbrekende puzzelstukje zijn voor informatie die we nog nodig hebben. En het moet stoppen, mensen. Dus bij wie het ook brengt, je informatie, bij Johan, bij Micha, bij Wouter of bij mij. We moeten het samen doen. En daar wil ik de video mee afsluiten. En ik heb heel veel respect voor jou, Johan, dat je dit doet. Dat je ook inzet voor anderen. Maar ook om de daders een halt toe te roepen. Dus succes, gozer. Ga ermee door. Ja. Yes, hey, dankjewel, dankjewel. Nou, jij ook. En wij spreken elkaar sowieso. Ik weet het. Dat sowieso. Oké, man. Hoi, hoi. Yes. Okay. Bye.